Yo gasten, welkom bij Team Lief. Ik ben Liet.nl. En vandaag heb ik voor jullie een potje Free for All. En ja, die ga ik gewoon een beetje trollen. Dit is een nieuw, dit is live. En met de facecam, daar sta je, hallo. Nee, goed, met de facecam. Jongens, first look, dat was gisteren. En vandaag zijn een aantal filmpjes geüpload. Het kanaal van, dat staat hier al. Dat is het kanaal van Paul. En het kanaal hier, dat is van Vis. Check gewoon dat kanaal. En subscribe gewoon als je, ja, gewoon op beide kanalen nog niet bent geabonneerd. Abonneer dan even op beide kanalen. Hey, die jongens die laten zien. Ik ga ondertussen even zoeken, Free for All. En de map is nog niet bekend. Ja, wat gaan hun doen? Hun vertellen daar eigenlijk een beetje hoe of wat. Hoe het daar allemaal was en zo. Dus ja, ik vond het erg leuk om te kijken. Het zijn drie aparte filmpjes. Het zijn drie filmpjes gewoon. En ja, check ze gewoon even. Oké, nou dit potje begint net, dus dat kan wel. Zag, oh, daar zit ook nog eentje. En daar zit er ook nog. Oh god, als dat maar goed komt. Troll op deze map heb ik nog nooit. Zit er nou eentje achter me? Ik kan ook niet constant door blijven praten en ook nog eens een keer goed te luisteren waar ze vandaan komen. Ik blijf hier net zo lang leggen gewoon totdat ik dood ben. Voorlopig hebben ze me nog niet door. Deze man ook niet. En er loopt er nog eentje achter me. Wat ik doe, ik druk gewoon constant op I. Die hem ook niet door. Wel grappig zo. En natuurlijk is dit een hele drukke, ja, drukke plek. En ja, zoals je ziet hebben ze me nog steeds niet door. Ik zal er ondertussen wat drinken bestellen. Mol, mag ik wat drinken van je? Ik ben druk bezig met een potje. Niet? Wel? Je wil niet door beeld. Maakt niet uit. Doe het straks, goed? Hou ook van jou, Mol. Oké, die Capex achter mij, die is ook hartstikke nep natuurlijk. Ik zal wachten tot iemand die gaat pakken. Kom op, die gozer die ik net killde, die moet toch weten dat ik hier nog ben? Ja, als die hier voorbij loopt, dan moet hij toch zien van, nou god, die gozer is helemaal niet dood. Die legt gewoon op een beetje aan te kloten hier ook. Ik krijg er wel last van mijn klauw van eigenlijk. Misschien zitten ze wel achter mijn controle nu hoor, dat kan ook. Maar ik blijf gewoon volhouden, net zolang totdat ik dood ben. Zo zou ik ook nog een beetje met... Oh, die granaat is niet goed. Nee. Die granaat is zeker niet goed. Die gozer achter me, die zal wel denken, hoe kan die nou een double kill hebben? Nou, zo dus. Er komt er weer eentje aan. Even verschoven, ik hoop dat hij hier voorbij loopt straks. Nee, 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 nee. Meen je dat nou? Zit je hier nou met je portable radar binnenin? Ja, dus. Oké, wat een aim, wat een aim. Ja, blijf gefeest met je, buurman. Even kijken waar ze uithangen. Achter me. Enemy UAV spotted. Take it down. Explosive decoy on the way.
Ongelooflijk, gast. Maakt in principe niet zo heel veel uit. Enemy UAV spotted. Gaat er nou eentje naar mijn pakketje toe? Hoop ik. Die gozer die zit daar nog steeds, hè? Oh, die gaat nou lopen. Nou zit er eentje op mijn pakket. Doeg. Nou loop ik echt te kloten. Hij is me kwijt. Ik zie hem ook niet in mijn minimap nu. Ik hoor hem ook niet lopen. Hij is te ver weg. We are losing this fight. Gast, hij spande daar. Die was gaan killen. En dat bemoeide hij niet mee, hè. Nou, weer twee mannen. Eén van links. Kom op, wat een gast, joh. Explosive decoy ready. Explosive decoy on the way. Enemy UAV spotted. Hij zit er binnen, hè. UAV online. Enemy sound detected. Oh. Nee, man. Oh. Het gaat niet altijd best. Nou ja, 12 om 7, dat wel, maar. Qua trollen gaat het niet. Misschien is de map al even te klein daarvoor. En ik wil graag weten van jullie wat jullie hiervan vinden. Gewoon van live. Om dit live te doen. Laat gewoon even een berichtje achter in de. Dan weet ik dat voor de volgende keer of ik hier met Dom mag en kan gaan. Kut. Nee, laat me met rust, tollen jullie. Oké, dat zijn hoeveel keer had ik hem geraakt? Een keer of vijf? Denk het, hè? Explosive decoy ready. Er zijn altijd wel een paar van die habitjes. Enemy escort airdrop incoming. Oké. Ik hoop dat het een echte is. Ik hoop niet dat ik hem op mijn hassels krijg. Oh, wacht. Hij zit achter me. Hij zat achter me, die rat. Had het nou niet door, anders had hij me wel gekild. Dan had hij nog final kill cam misschien. Nee, dat was niet hij. Nou, jongens, laat het even weten in de reactie of dat jullie het leuk vonden. En ik zou zeggen, ik spreek jullie later. Ciao.